Donderdagochtend 12 januari werd bij de veilingklok van Plantion in Ede stilgestaan bij het feit dat precies 100 jaar geleden enkele kwekers in Utrecht de basis legden voor het huidige Plantion. 1917 tot 2017, 100 jaar bestaan, is tijd voor een feestelijk jaar waarin we 100 jaar bestaan en enkele festiviteiten zullen gaan vieren. In een periode van grote onzekerheid richtte een groep dappere mannen in Utrecht op 12 januari 1917 bloemen- en plantenveiling Utrecht en omstreken op. Zij legden daarmee de basis voor het huidige Plantion, dat in 2008 na een fusie van veiling Vleuten en bloemenveiling Oost-Nederland tot stand is gekomen. En dat waren twee veilingen die allebei met een probleem zaten. Verouderde gebouwen of het moeten verdwijnen uit een bepaalde buurt in het Utrechtse. En dat gold voor de veiling Vleuten. En op een bepaald moment een keer een gesprek gehad met Bemmel en dat we samen gaan werken en dat we er een veiling van maken. Ja, het is natuurlijk een gedenkwaardige dag die we vandaag beleven. Want in 1917 is er in Utrecht en omstreken is er een bloemen- en plantveiling opgericht om de lokale productie die daar op dat moment geproduceerd werd, om die te kunnen verkopen aan de handel. Ook vanwege de verdeeldheid. Er werd natuurlijk alles werd verkocht op markten. Er was geen prijs. De prijs die werd vaak op de markt gemaakt en verdeeld. En dat was natuurlijk een uitkomst om de verdeel en heers op één punt te brengen. Van die 100 veilingen die er waren, er zijn er nog op dit moment nog 2 organisaties over en nog 4 locaties in Nederland. En daar is Ede er dus één van. Op 12 januari werd bij Plantion dus het startsein gegeven voor een jaar waarin Plantion veel aandacht geeft aan de 100-jarige historie van de veiling. Maar hoe zit het met de toekomst? Als je kijkt naar het mensbeeld om ons heen, zie je dat er steeds meer digitaal gebeurt. Plantion kan zijn ogen daar niet voor sluiten. Maar er is natuurlijk wel één groot verschil. Wij zijn dagelijks bezig met verse handel. En die verse handel die straalt emotie uit. En wij zijn ervan overtuigd dat je die emotie het beste kunt overdragen door ook gewoon die producten elke keer weer live voor de klok te laten zien. Maar tegelijkertijd ook digitaliseren, zodat je probeert op die manier die beleving over te brengen. En wij zijn ook elke dag weer dankbaar dat we daar onderdeel van uit mogen maken.